eens dat je gewoon opeens een koordje nodig hebt. En dan zoek je overal, maar je kan geen koordje vinden. Je kan heel simpel een koordje haken. Je kan dat met dun, de heel dun katoen doen. Dan wordt die ongeveer zo. Iets dikker katoen wordt die al zo. Heel dik katoen met haaknaald 6 wordt die zo. In dit filmpje uitleggen hoe je heel snel zo'n heel stevig, het is echt heel stevig, koord kan maken. Kijk je mee? Ik vertelde al net dat de dikte van je katoen bepalend is voor hoe dik je koord wordt. Dit is met haaknaald 6 gehaakt. Het is ook wat dikker katoen, haaknaald 4 en haaknaald 3. En dan zie je ook, dit is veel dunner katoen dan dat en dat. Dus hoe dik je koord wordt is bepalend van je haaknaald en van je dikte van je katoen of wol. Maak je nou een koord? Nou, je start met het katoen. Ik heb nu even het katoen met haaknaald 4 genomen om het even te laten zien. Je maakt een beginlusje, een rondje, een draadje er doorheen halen, niet te heel strak aanhalen. En dan haak je 3 lossen. 1, 2, 3. Nu sla je de eerste en de tweede lossen over en in de derde lossen haak je een vaste. En een vaste is niks anders dan je haaknaald erin steken, doorhalen. En dan de draad weer pakken met je haaknaald en dan weer doorhalen. Nu heb je eigenlijk 1 vaste gehaakt. Nu draai je je haakwerk. Nu zie je hier 2 streepjes van een steek en hier. En je pakt deze, de tweede. En dan haal je heel rustig je haaknaald naar boven. Niet gelijk in 1 keer door. Heb je 2 lussen, haal je door. Nu zie je hier... Dus 2 strepen en hier de 2 strepen. En nou steek ik in deze 2 strepen, deze steek in. Echt als je eenmaal een stukje verder bent, gaat die echt veel makkelijker. Dus het begin is even moeilijk. Haal je door en dan heb je een vaste. Hier heb je 2 en daar heb je 2 en daar heb je 2. Dus deze 2... En deze 2, die pak je op en dan haak je een vaste. Nu ga je hem echt goed zien. Hier zie je 2 streepjes en hier zie je 2 streepjes. Dus in de dus een streepje eigenlijk naast je steek, dus deze 2, die daar hou je door en daar haak je een vaste in. Dus nu begint je koord echt vorm te krijgen. En nu gaat het echt een stuk makkelijker. Je ziet nu heel goed die strepen ook liggen. Dus het begin is even het moeilijkst. Maar als je eenmaal op gang bent, dan gaat hij echt een stuk fijner. Probeer ook je vaste niet te vast te haken. Een beetje de lussen ook naar boven te halen. Dan kan je ook makkelijker insteken bij de steek. Dus die ophalen, doorhalen. En dan gaat het haken van het koord eigenlijk vanzelf. Het is gewoon een heel driedimensionaal koord eigenlijk. En daardoor ook gewoon heel stevig. En ook, het ziet er ook gewoon leuk uit. Zo, dus dan wordt hij zo. Hij draait nog wel een beetje, maar je kan hem gewoon weer terugdraaien. Dit moet nog gewoon straks naar binnen en dan heb je gewoon een heel mooi koord. Hier ben ik al een stuk mee verder en dan zie je gewoon als je weer eventjes neer hebt gelegd, dan zie je hier de 2 streepjes en hier de 2 streepjes. En ik pak gewoon de 2 streepjes naast mijn haaknaald en die haal ik door. Oh, ik kan hem wel even goed doorhalen. Wel allebei je strepen pakken. Kijk, en dan zie je dus dat je een heel mooi en heel goed koord krijgt. Die je gewoon op allerlei manieren kan gebruiken. Het dunne koord. En het hele dikke koord. Dan zie je hier ook weer de 2 strepen en daar de 2 strepen.
En dan kan je ook gewoon weer verder pakken. Wel allebei de steken pakken. Dus niet één streepje, maar wel allebei de streepjes. Hij draait, maar je kan hem gewoon eventjes zo recht draaien. En dan wordt het gewoon een heel mooi koord. Nog eventjes met dit garen te laten zien, even dat dikkere katoen te laten zien hoe je start. En dat het even ingewikkeld is in het begin. Dus 1, 2, 3. Deze steek je in. Dus de eerste losse, dus die andere twee sla je over, haak je een vaste. Dan zie je hier twee strepen en hier twee strepen. Dus dan pak je deze. En dit is de rotste, want hij haalt hem altijd gelijk door. Dat wil je niet. Dus dan haal ik hem even weer terug. En dan nog een keer doorhalen. En nu zie je hier de twee strepen en hier de twee strepen. Dus in het begin zie je ze niet zo heel goed liggen. Maar als je hem eenmaal goed hebt gehaakt, dan zie je ze vanzelf verschijnen. Kijk, nu zie je hier die twee streepjes en hier de twee streepjes. Dan pak je deze twee. Kijk, nou begint hij eigenlijk alweer te verschijnen. Nu zie je hier de twee strepen. Dan had ik hem en dan wil hij niet meewerken. Hier de twee strepen. Hier de twee strepen. Hier de twee strepen. Dus het begin is even moeilijk. Als je hem even te pakken hebt, dan gaat hij vanzelf. En dan haak je vanzelf een heel mooi koord. Dus dan wordt het vanzelf duidelijk welke streepjes je moet hebben. En welke steek je moet haken. En dan gaat hij zo. En dan zie je dus dat je in 3D eigenlijk haakt. Als je een koord gaat haken, heel veel succes. Bedankt voor alle likes. En abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Een maandvlog van Juf Sas. Ik heb ook 2 haakboeken. Kijk even op deze link. Dus er is genoeg haakplezier bij Juf Sas. Succes en tot Juf Sas.